Mijn naam is Dutch Stuber. Like deze video als jij ziet wat er mis is met deze stad. Een hoop zeg je? Ja! Een hele hoop! Like als je het zag. Wie is dat? Opa. Steve? Hallo? Ah! Zoals je kunt zien is bijna alles verwoest. Herobrine. Hij hield zich lange tijd bezig met een experiment. Met dit experiment heeft hij hem opeens groter, sterker en krachtiger gemaakt dan ze ooit waren. Meerdere mobs kwamen de stad binnen en het was chaos. De enige manier om de mobs uit te schakelen is door hun ei te spannen en ervoor te gaan. Pardon? Maar dit is niet makkelijk. Geloof me, het is lastig. Oké. Hoe noem je dat ook alweer? Te veel informatie? Deze stad is een complete puinhoop. En om dan te weten dat het weer aan de handen kleeft van Herobrine. Oké, laat ik dat maar niet zo uitdagend zeggen. Voor hetzelfde geld luistert hij mee. In deze kist zitten dus mobs die eigenlijk te groot zijn voor Minecraft. Letterlijk, te groot. Een experiment van Herobrine dat uit de hand liep. Let's check it out. Het zwaard van Steve zijn opa. Oké. Een mooie boog. En dit zijn de mobs waar het om gaat. Oké, jongens, luister. Wij moeten deze stad redden. En al is het niet voor de stad, dan is het wel om Herobrine geen gelijk te geven. Kijk wat hij heeft gedaan. Alles is verwoest. Gelukkig is er nog een gedeelte van de stad in orde, maar ik kan niet garanderen dat dat na de video nog steeds zo is. Niet omdat ik met TNT ga spelen. Wat denk je over me? Nee, deze keer niet. We beginnen met de allereerste mob. De Crocodile. Misschien is het handig. Oké. Nu snap ik wel wat er bedoeld wordt met mobs die te groot zijn voor Minecraft. Dit ding is mega! Sprong deze krokodil nou zojuist van het ene dak naar het andere dak? Ik heb alles gezien vandaag. Oké, wacht even jongens. Ik heb de boog. Let's go, ja. Yeah. Come on. Oké. Dit gaat niet zoals gepland. Het zwaard van Steve zijn opa. Oh, wow. Ik heb nog nooit zoveel mob drops at the same time gezien. Dit is bizar. Laten we doorgaan naar de volgende. En dit is Thunderhoofs. Wat eigenlijk gewoon bliksemhoeven betekent. Valt vast wel mee. Oh jongens, wat is dat? Wat is dat? Deze koe valt alles aan wat hij ziet. Zelfs zijn eigen handlangers. Are you serious right now? Dit ding is mega. Eigenlijk lijkt het wel op een vers gemaakt brood van de bakker. Maar voor alle duidelijkheid, dat is het niet. Als jouw brood van de bakker dit doet in jouw keuken, dan gaat er iets niet goed. Oké, we gaan hem inmaken. Go! Oké, twee dingen. 1. De eerste keer ging niet zo makkelijk. En 2. Toen het wel lukte, was er genoeg vlees voor de komende 10 jaar. Oké, dit is echt bizar. Tot nu toe gaat het op zich oké. Naast het feit dat de stad wel half wordt overgenomen door megaspinnen. Wat gebeurt er? Guys? Wat is dat? Wat is dat? Oh jongens, de mobs zijn terug. Are you... Dit is de allergrootste mob die ik ooit heb gezien. Legit, luister. Ik ga jullie nu eerst de kleinste mob ooit laten zien. Dit hier is de kleinste mob ooit. De silverfish. En dat daar is de... Letterlijk, deze mob is zo groot dat vanaf bepaalde punten kan Minecraft hem niet eens laden. Oké, ik heb het zwaard van de opa van Steve. Tot nu toe is dat elke keer in één klap gelukt. Oké, let's get it. 3, 2, 1... Guys, we kunnen hem niet inmaken. Hij is te sterk. Dit is een probleem. Gelukkig kan ik altijd de opties op peaceful zetten. Maar dat verhelpt het natuurlijk niet permanent. Dat is een
tijdelijke oplossing voor het probleem. Oké, luister, dat was legit de allergrootste mob die ik ooit heb voorbij zien komen. Voorbij heb zien komen in Minecraft. Oké, wij gaan door naar de volgende. En dat is Manticore. Oké, let's go. Geen reactie. Let's go. Geen reactie. Let's go. Huh? Hij laat cupcakes vallen. Dit grote stoere beest laat cupcakes vallen. Hey, cupcakes zijn voor jong en oud, groot en klein. Ja, serieus, cupcakes zijn awesome. Oké, laten wij naar dit prachtige huis gaan, wat waarschijnlijk binnen enkele momenten niet meer zo prachtig is. En laten we doorgaan naar de Hydra. De Hydra klinkt als een klein beestje wat geen vliegkwaad doet, dus let's go. Guys, kan ik terugnemen wat ik zojuist zei? Of nou ja, valt dus mee. Hij doet geen vliegkwaad. Maar wel de volledige stad! Ik kan diamonds afvuren? Het zwaard van opa Steve kan diamonds afvuren? Oké, dit is echt serieus. Too much. Misschien dat ik hem gewoon het beste... Oké. Het overschakelen naar peaceful is weer terug. Jongens, voor alle duidelijkheid. Deze mobs zijn zo incredibly groot. Minecraft kan het niet aan. Minecraft kan... Luister, als deze mobs serieus in Minecraft geplaatst zouden worden, vraag ik mij af of sommige mensen nog wel doorgaan met het spelen van Minecraft. Oké, we hebben er nog twee te gaan. Eén daarvan is een robot. Nou, robots zijn niet zo eng, lijkt mij. Guys, dit is een robot eenhoorn. Wat? Oké, luister. Come on. Come on. Come on. Jongens, we gaan het zwaard gebruiken. Kijk hoeveel ijzer dit beest heeft gedropt. Dat is bizar. Maar wat was dat gekke roze draakmonster? Waar er twee van waren tegelijkertijd. Dat zijn waarschijnlijk de monsters waar opa Steve het over had toen hij vertelde dat de stad willekeurig werd aangevallen door mislukte experimenten van Herobrine. Dit is vreselijk! Oké, we hebben de allerlaatste. Kan vast niet zo erg zijn. Het ijs ziet er op zich oké uit. Laat maar, ik neem mijn woorden terug. Het is letterlijk een rood ei met een vlam erop. Dat kan niet goed gaan. 3, 2, 1. Oh, jongens! Oké, dit beest is... Waar is die? Oh, hij is daar. Oké, jongens, dit gaat niet goed komen. Oh, dit gaat niet goed komen. Ik raak hem... Oh, jongens. Guys, come on. Met diamonds. Met diamonds. Deze diamonds, die vuren dus letterlijk bliksemschichten op je tegenstander af. Alleen, bij dit beest is het gewoon niet voldoende. We hebben meer nodig dan... Woo! Awesome. Oké. Hij is weer terug. Jongens, letterlijk, we kunnen deze nooit inmaken. Bedenk met mij mee. Wat is een manier om dit rare beest in te maken? Het is het allergrootste beest in Minecraft ooit. Nou, laat me dat voorop stellen. Alleen, er moet toch een manier zijn om hem in te maken. Wacht eens even. Hij is gemaakt door Herobrine. Dus hij kan ook gesloopt worden door Herobrine. Is het niet? Ik heb het idee... Dat wij naar Herobrine toe moeten. Ik heb het idee dat wij niet alleen naar Herobrine toe moeten. Ik heb het idee dat wij Herobrine moeten verplichten. Dat wij Herobrine moeten forceren. Dat wij Herobrine ertoe moeten drijven. Dat hij dit monster... uit Minecraft verwijdert. Het is te sterk. Het is krachtig. Het is onverwoestbaar. Het heeft 100% de kracht van 999.999.999 Ender Dragon tegelijkertijd. En dat is naar, dat is niet goed. Daar moeten we iets tegen doen. Dus opa Steve, als je dit kijkt, ik zal je nog eventjes teleur moeten stellen. Dit monster gaat waarschijnlijk niet opgeven. Ik kan natuurlijk TNT pakken. Ik kan natuurlijk een ander zwaard pakken. Ik kan natuurlijk betere armor aantrekken. Maar dit beest is zo ongelooflijk sterk. Er is niks en niemand die er iets tegen kan doen. Behalve Herobrine, de schepper van dit beest. Herobrine is de maker van dit beest. En dat is de enige die het kan oplossen. I don't know what to do, man. Laat mij in de comments weten, als jij dit monster tegen zou komen in Minecraft, welk item zou jij gebruiken? Er moet een item zijn. Ik bedoel, TNT is het meest voor de hand liggend, maar ik geloof niet dat een klein beetje TNT dit probleem kan oplossen. Dit is een mega probleem. Dit is een van de grootste monsters die ik ooit heb gezien in heel Minecraft. Like, zijn nek is zo lang. Hij komt boven elk gebouw uit wat hier staat. En dat
Dat is een probleem. En hij kan vliegen. En hij is verdwenen. Hij is letterlijk verdwenen aan het einde van de video. Maar even kijken. Druk op de abonneerknop. Weet je, als jij de abonneerknop drukt, weet ik zeker dat je hem verliest. Try it. Bedankt voor het kijken. Adios.